goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Even een boel een beetje nog recht in beeld schuiven. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Gezellig dat jullie allemaal weer meekijken. Computer nog even goed zetten. Goedemorgen. Lydia, ja, misschien kijken er ook wel heren. Goedemorgen iedereen. Het zou wel leuk zijn met mijn mannenkaart die ik vandaag ga maken. Toch, dan kunnen we gelijk het oordeel meenemen van een man, wat hij ervan vindt. Nou, ik ga vast maar beginnen. Zoals jullie misschien gezien hebben, ga ik aan de slag vandaag met kit labels en tags. Ik ga een mannen pocketkaart maken. Nou, ik ga als eerst even de kit laten zien, want het is best wel een grote uitgebreide kit. Dus die ga ik eerst even met jullie doornemen. Ik heb bijna alles nog in plastic zitten, dus ik ga het even openmaken. Als eerste zitten erin, de kit heeft natuurlijk al een label, vellen en tags. Zit er in deze set van Happy Travel. Nou, er zitten natuurlijk dus labels, tags en alles in. Het is echt een hele mooie set. Hier met van die bingo kaarten erop. Hier nog leuke notities, postkaarten. Goedemorgen iedereen die nog binnenkomt. Gezellig dat jullie allemaal meekijken. Nou, hier ook weer, ook van die mooie rondjes de tags en de hoe noem je dat allemaal? Tags, plaatjes, banners. Ik kon er even niet op komen. Nou, deze is ook heel mooi. Allemaal met mooie tekstjes over vriendschap. You can do it. Our friendship is special. En als laatste zit in dit setje nog dit mooie knipvel. Het glinstert een beetje. Ik weet niet of het zo een beetje goed te zien is. Maar die past er ook weer erg mooi bij. Nou, dit setje labelvellen zit erin. Leg ik even aan de kant. Dan zit het labelsetje vintage jeans erin. Die vind ik ook ontzettend mooi en stoer. Goedemorgen allemaal. Nou, daarin zitten ook labelvellen. Dat is natuurlijk logisch. En dan in mooie jeans, blauwe kleur, denim kleur. Slecht beeld. Ja, bij mij ziet hij er goed uit. Ik weet niet of het bij iedereen zo is, maar ik heb op het moment wel goed beeld. Dus ik hoop dat het bij de rest ook goed is. In een mooie blauwe kleur. Nou, ik ben zelf helemaal gek op blauw. maar dat kan natuurlijk voor mannen ook super goed. Maar deze, er zit ook gewoon een vrouwenkaart kunt gebruiken hoor. Dus dat kan allemaal heel goed. Diebelbeeld, goed beeld en geluid. Ah, oké, fijn. Ja, ik heb zelf ook goed beeld. En dat zal dan denk ik aan de internetverbinding liggen. Ga ik vanuit. Mooi, die sterren zitten erin. Met mooie teksten. Ook weer postkaarts. Nee, en die leuke vlaggetjes. Ook weer banners. En die mooie bingo kaartjes. Met allemaal verschillende teksten. Nou, en hier ook weer die tags. En deze vind ik zelf ook zo leuk. Met die streepjescodes erop. Maar ook teksten als Happy Father's Day, Best Dad. Maar ook gewoon normale teksten die je ook weer op best wishes bijvoorbeeld. En good luck, good looking, go go go. Die kan je ook gewoon op niet mannenkaarten gebruiken natuurlijk. Hè? En natuurlijk deze hele stoere plaatjes die zitten in deze labelvellen set. Dus dat is setje 2. Er zitten in totaal 4 labelsets in deze set. Dus ik ga nu verder met nummer 3.
Dat is de gentleman stijl. Erg leuk. Hier heb ik al een en ander in geknipt. Want daar ben ik al even mee bezig geweest voor het voorbeeld. Maar ook dit heeft weer hele mooie kleuren. Heel donkerblauw met dat mooie beige. Past gewoon allemaal heel goed bij elkaar. Deze drie, vier setjes labelvellen passen sowieso ook weer heel goed. Kun je ook weer heel goed combineren. Nou, een bannetje had ik al even uitgeknipt. Nou, dit is wat een gehavend vel, postkaart. Nou, deze vind ik zelf ook echt super leuk om te gebruiken. De sterren zitten hier weer in. Ook hier weer hele leuke teksten. Hello mister, looking sharp. Happy birthday handsome. Believe. Ja, maar ook weer congrats. Ook weer dingen die je weer ook... Hè, het is een mannenset, maar ook weer voor niet-mannen kunt gebruiken. Nou, die leuke banners met al die teksten. Een banner maakt het natuurlijk altijd wel even helemaal af op je kaart. Goedemorgen aan iedereen die nog binnenvalt. Ja, en natuurlijk deze hele stoere op de maandagmorgen knipvel. Ook weer allemaal hele mooie mannenplaatjes. Nou, deze zit er dus ook in. Dat is gentleman stijl. Leg ik ook even aan de kant. Ga ik er straks ook, denk ik, weer bij pakken. Een beetje dichterbij leggen. En dan zit nog deze set erin. Man's World. Dus ook een hele mooie set. Ja, het is een hele mooie kit. Er zit echt wel heel veel in ook. Nou, Man's World. Dat is ja, een beetje in de beige bruin tinten. Nou, vind ik ook echt super. Dat kan je ook weer overal mooi. Mooi met zwart, donkerbruin. Craft kan je gewoon heel goed combineren. Ook weer mooie teksten. Cool, dude, dad. Free cake. I mean, happy birthday. Nou, dat zijn ook wel gewoon hele neutrale teksten. Wat je eigenlijk overal weer voor kunt gebruiken. Nou, hier zo'n leuke ja, label met gears. Nou, hier weer leuke tekst met allemaal teksten en zo erop. De bingo kaarten. Ja, dat is toch leuk, Lydia, op de maandagochtend mooie mannen bekijken. Dat vond ik nou ook. Ik denk, dit is net wat voor op de maandagochtend. Nou ja, weer die postkaarts. En hier ook die superleuke vlaggetjes. Nou ja, daar kan je natuurlijk hele leuke dingen mee doen met jaartallen, leeftijd, noem maar op. De sterren. Nou ja, en hier zit natuurlijk ook weer een mooie mannenknipvel bij. En dan in die ja, sepia bruin tinten. Echt heel stoer. Nou, die zit er ook bij in. Ik ga hem even aan de kant leggen. Nee, die hou ik er even bij. Is misschien wel handig. Want wat zit er ook bij in? Deze stansmallen set. Mallen set, die kan je dus weer heel mooi gebruiken op je labelvellen. Ja, het vlaggetje bijvoorbeeld en de ster. Het rondje. De tags, zie, die zit erop. Even zoeken. Hier. Deze heb ik gezien. Die zit hierop bijvoorbeeld. Deze, dat is die. Deze zit ook nog ergens. Ja, en die bannetjes, die zitten erop. En even kijken, zit deze toevallig ook op? Deze kan ze allemaal zo hard niet eens vinden. Maar dat ga ik zo meteen allemaal even laten zien. En ik ga ook laten zien dat je nog andere leuke dingen kan doen met die stansset. Dus dat je ze niet alleen hoeft te gebruiken voor de labelvellen. Nou, dit was dus de hele... En tags. Die bestaat dus uit vier labelvellen. En dus die stansmalen set. Die is nu voor €34,99 in de Hobby's webshop. De link heb ik ook bovenaan de... aan de live gezet. Nou, wat ga ik er vandaag mee maken? Jullie hadden al een kleine sneak gezien. Vandaag wil ik goedemorgen iedereen die nog binnenkomt, gezellig. Wil ik natuurlijk een mannenkaart maken, maar niet een standaard mannenkaart. Ik vond het wel leuk om een pocketkaart voor mannen te maken. Dat zie je niet zo heel veel. En dat kan dus heel erg leuk met deze set. Nou, dit is mijn voorkant. Het is wat een standaard voorkant. Nou, als je hem dan binnenkant open doet, heb ik dus een paar pockets gemaakt. En met wat losse kaartjes erin. Nou, hier nog een pocket. Hier zit een pocket. Hier nog wat losse kaartjes erin. Nou, hier heb ik die vlaggetjes gebruikt. En ik wil jullie even laten zien hoe ik dit gemaakt heb.
En misschien vinden jullie het leuk om mee te doen. Dat kan ook. Misschien wel. Ik lees de maten op. En misschien als je het leuk vindt om mee te doen, dan doe je gelijk mee. Deze zet ik er even aan de kant. En dan gaan we beginnen. Ik heb hierbij ook gebruik gemaakt van Kit Craft karton. Omdat er natuurlijk, voor een kaart heb je wel een basis nodig. In Kit Craft karton zitten 20 vel en bruin craft karton van 30,5 bij 30,5. Ook 20 vel craft karton in het zwart, 30,5 bij 30,5. En 10 vel A4 ribbelkarton. Kijk, ik heb hier een klein stukje liggen. Dat is dit mooie ribbelkarton. Dat zit in 1C. Even in de groep nog de link voor plaatsen. Dus die heb ik hiermee gecombineerd, omdat ik dat gewoon heel mooi qua kleur bij vond passen. We gaan beginnen. Even mijn reelmachine. We beginnen met een stuk kraafkarton van 21,5 cm bij 20 cm. Die gaan we rillen. En dan leg ik de kant van even kijken, doe ik dat goed? 20 centimeter, die ligt aan de kant, dus die ril ik op 10 centimeter. Dus het stuk van 20 centimeter ligt nu langs de zijkant en die ril ik op 10 centimeter. Moet ik het wel even goed doen natuurlijk, want anders dan komt het niet goed. Mesje aan de kant. Op 10 centimeter. Dan draai ik aan mijn kwartslag. Dan ligt de 21,5 tegen de zijkant. En die ril ik op 7 centimeter. Loopt ook vast. Bij mij, meestal loopt hij bij mij vast. Hij loopt bij mij nu gewoon lekker door. Ik hoop dat het bij de anderen ook zo is. Soms wil het wel eens komen. Ik moet zeggen dat op mijn telefoon loopt die beter door vaak dan op mijn laptop. Als ik naar de filmpjes kijk. Hij staat er bij iedereen. Oh jee, ik heb wel gewoon verbinding. Dus ik denk dat ik gewoon rustig maar doorga. Even lezen. Deze pocketkaart, Amanda, ja hoor, die kan je ook versturen. Die past gewoon in een... Hij zal wel ietsje zwaarder worden, omdat ik hem natuurlijk flink gevuld heb. Maar als hij dicht is, is hij gewoon 14,5 bij 10. Dus hij past gewoon in een kleine envelop. Dus dat is super handig. Gerild in het midden, die vouw ik. Het is wel goed te volgen. Oké, nou dan ga ik gewoon rustig door. Die ril ik even door. De middenvouw. En de ril van 7 centimeter, die ril ik ook vast even door. Wat ga ik nu doen? Ik zoek mijn hoekjespons. Die is spoorloos verdwenen. Ga ik zo even naar op zoek. Wat ga ik nou doen? Nou, we hebben hem zo dubbel gevouwen, dus nu zie je eigenlijk al die pockets. Alleen, ik wil graag hier een stukje tussenuit hebben, omdat als hij anders dicht vouwt, dan zie je. Dan gaat hij bubbelen en dan wordt hij te dik en dat vind ik niet mooi. Dus wat ga ik nou doen? Ik knip hem eerst even in die lijn, in die rillijn af. Dus dit stukje. Die van 7 centimeter, die knip ik tot de eerste rillijn af. In de tijd kijk ik even om me heen of ik mijn pons zie liggen. Dat is heel gek, want die lag hier net nog, maar dat is vaak zo. Nou, dat is niet anders. Hij is ingeknipt tot aan de rillijn. Goed te volgen, al fijn. Mooi. En als ik een vraag mis, dan ik lees het terug, hè? Dus dan antwoord ik later even. En als het heel belangrijk is, vraag het gewoon nog een keer. Want als ik bezig ben, vergeet ik wel eens mee te lezen en dan is het alweer een heel stuk verder. Dus dan, dan mis ik wel eens daarin een stukje. Zie je, is dat gewoon recht voor mijn neus.
Dus ik heb hem ingeknipt tot aan de rillijn. Wat ga ik nou doen? Ik ga van beide stukjes... Nou, meestal doe ik dat zelf uit de hand. Dan gaat hier een telefoon. Oh, wat is het een chaos vandaag. En die, die kniplijn, ik vouw even eentje dubbel, dat is beter zichtbaar. Dan doe ik ongeveer, nou ik denk 0,3. Ja, 0,3 zet ik even een streepje. En dat doe ik tegen die rillijn hierbovenaan ook. 0,3. Vouw ik die ook even dubbel, doe ik aan deze kant ook. Ik knip het uit de hand, je mag het ook met de snijmachine doen, maar... Zet ik daar ook op 0,3 een streepje. En hier zet ik ook op 0,3 een streepje. Nou, wat ga ik dan doen? Die kleine strookjes die knip ik er even af. Ik knip hem uit de hand. Wil je dat niet doen, dan snij je hem even in de machine. Of je trekt even een lijntje met een liniaal. Eén. En de volgende, nou, de beller heeft hier opgegeven. Wat had ik nooit gebeld? Dan ben ik ook wel weer heel nieuwsgierig. Hebben jullie dat ook? Nou, hier heb je die twee flapjes. Dat snij ik even hier het bovenste stukje af. Met mijn vingermesje. Dan heb je een heel klein strookje ertussen. Goedemorgen! Ja, boodschappen doen is ook belangrijk. Dat hoort zeker. Zie je dat? Dan heb je hier een heel klein stukje over. Zodat hij straks goed open en dicht kan. Nou, dat heb ik hier ook. Dan heb je een heel klein naadje ertussen zitten. Wat gaan we dan doen? Dan pak ik dus mijn cornerpots. En dan doe ik aan deze pockets alleen de hoekjes even afronden. Ik wil niet te veel afgeronde hoekjes hebben. Want dat vind ik, ik vind het rond sierlijk en ik, ja, het is een mannenkaart, dus dat moet een beetje stoer zijn. Afgerond. Nou, dan gaan we natuurlijk even beïnkten, want anders dan wordt het zo'n saaie kleur. Even snel doen. Turbo inkt, omdat het anders zo ontzettend lang gaat duren. Maar we willen wel dat hij er een beetje leuk uit komt te zien. Dus in dit geval, ik ink niet vaak, maar ik vind het in dit geval wel heel mooi bij het craft staan. Maakt het net even ietsje stoerder. Ik zie allemaal lachgezichtjes. Nu lachen jullie me allemaal uit natuurlijk, omdat ik aan het beinkten ben. Dat doe ik eigenlijk nooit, hè? Binnenkant ook even. Nou, die pockets hoeven aan de binnenkant niet, want die zie je straks niet meer. Gaan. Nou, dat geeft niks hoor. Ik ben nog niet zo heel ver. Nou, ik heb beïnkt. Ik ga straks nog meer beïnkten. Ja, ja. Nou, dan is eigenlijk de basis. Dit is de basis, als het ware. Nou, nu ga je natuurlijk eerst beginnen met een stukje aankleden. Ik begin om eerst hier een stukje designpapier in te leggen, omdat anders... krijg je dat er niet meer tussen als ik mijn pockets al vastgeplakt heb. Nou, daarvoor heb ik strookjes designpapier van, ik had het opgeschreven, 9,5, maar ik meet het even na, bij 14. 9,5 bij 14. Juliette, oké, dus ik moet het heel lang rekken, dan kan jij je poetsen uitstellen, zeg maar. Dat zou wat zijn. Nee, ik ga mijn best doen. Ik wil hem eigenlijk zo compleet mogelijk afmaken. Maar het moet natuurlijk niet een eeuw gaan duren. Want dan zitten jullie ook niet op te wachten. Het moet niet slaapverwekkend worden, laat ik het zo zeggen. Ja, de twee stukjes designpapier. Die lijmen we even vast. Zo.
Oh, gelukkig, Monika. Niet slapen wekken, daar ben ik blij om. Nou, anders blijf ik wel stuiterend praten. Er moet hier gewoon nog weer een keer een telefoon gaan. Dan ben ik een beetje van mijn. Ben ik een beetje uit mijn doen. Dan blijf ik wel door wat praten. Dat ik het binkten niet leuk ga vinden. Nou, ik doe het enkel wel eens vaker hoor. Maar ik denk niet dat ik dat gauw leuk ga vinden. Want ik hou zelf heel erg van. Ja, van clean en simpel. En dan, ja, dan hou je het liefst allemaal zo strak mogelijk. Hè? Dus, nou, die hebben we erop. Nu kunnen we de pockets gaan vastplakken. Kijk eens, een beetje buiten de lijntjes. Nou, dat hebben jullie niet gezien. Dat komt omdat ik er nu niet helemaal recht met mijn hoofd boven kan. Nou, hoe vouw je, plak je een pocket vast? Dat doe je natuurlijk alleen aan de zijkantjes. Oh, lekker, cappuccino. Heerlijk. Ik mag geen koffie, maar anders dan had ik dat ook wel erg lekker gevonden. Nou, bij het plakken van je designpapiertje moet je dus even goed kijken dat je hem zo ver plakt dat je hem eronder krijgt. Zoals aan deze kant en niet zoals hier. Dat geef ik dan nu gelijk even als tip mee. Hoop, plak hem al vast. Dat moest nog niet. Dan, hij had nog een beetje die kant op gemoeten. Maar uit de haast heb ik dat dus nu niet gedaan. Moeten jullie me weer allemaal uitlachen? Nou, dit wordt wel een hele lachwekkende live volgens mij. Nou, die pocket, die plak ik vast. Dat doe ik aan de andere kant ook. Dat doe ik met de 3 mm tacking tape. Tacking tape is super stevig, super sterk. Nou, zoals jullie inmiddels wel weten, staat ook al dat basisspul nu in de Hobby's webshop. Dus dat is altijd super handig. En dan hoef je niet... Het een hier en het ander daar. Je kan het ook met iets breder tape doen hoor. Dat is ook geen probleem, want je pocket alleen iets smaller van. Oh, er zijn meer mensen die nooit beinkten wil. Nee Lydia, ik mag, nou ja, ik mag wel, maar dat is op eigen risico als ik koffie neem. Dat komt niet helemaal goed. Ik was wat zwaar verslaafd aan koffie, maar daar moest ik zo in één keer mee stoppen een aantal jaar terug. En ja, dat helaas. Maar goed, dat geeft niet. Nou, wij gaan even verder met de pockets eerst. Die gaan we aankleden. Nou, ik had hier al laten zien dat ik hier een stukje designpapier op heb. En daarbinnenin heb ik ook een pocket gemaakt. Ik ga nu even laten zien hoe ik dat gedaan heb. We hebben eerst 2 stukjes designpapier. Van 6,5 bij 9. Die rond ik ook alleen aan de bovenkant even af. Omdat ik hier alleen het pocket aan de bovenkant heb afgerond. Dus dat doe ik aan die kant. Nou ja, stuiteren, ja. Was dat maar waar. En die hier, nou die kan je er gelijk op plakken. Dus ook alleen de bovenkantjes. Afronden. Nou ja, als je het mooi vindt, kan je natuurlijk ook aan de onderkant doen. Hè? Dat is natuurlijk ook wel weer heel persoonlijk. Ja, mannenkaarten vinden veel mensen heel moeilijk. Dat is ook vrij lastig. Maar met deze kit is dat echt wel heel goed te doen. Er zitten zoveel labels en tags in. En hele mooie plaatjes en knipvellen. En want zoals je ziet, nou, ik heb het aan de binnenkant gemaakt. Maar alleen zo'n voorkant. Mannen houden vaak ook niet van te veel poespas. Dus als je alleen al zo'n voorkant hebt, is het ook al prima. Ja, maar je kan er ook heel leuk een klein labeltje van maken of een kleine tag van maken voor aan een cadeautje, een fles wijn of een flesje bier of wat dan ook. Nou, die zitten erop. Dan had ik dus dat ribbelkarton. Daar heb ik ook 2 strookjes van 8,5 bij 6. Nou, wat ga ik daarmee doen? Ik had al verteld dat er meer leuke mogelijkheden zijn met die stansmalen. Ik ga nu deze stansmal pakken. En die, die ga ik hier uitsnijden. Hoe ga ik dat doen? Ik heb dat stukje... Even een stukje tape erbij pakken.
En die stansmaal. De stansmaal snijdt het wel, Lydia. Die lijn ik uit. Precies met dit inkepertje. Die. Op het randje. Dus dat is handig om hem even om te draaien. En aan de achterkant even te kijken of je hem recht hebt. Zo. Nou, het komt niet heel precies natuurlijk, maar nou, dan plak ik hem even vast. Zo. En dan ga ik hem door mijn stansmachine halen. Dan heb ik een elektrische, dus dat maakt even een, denk ik, een lawaai. Hij staat niet heel dicht bij mijn luidspreker, maar komt hij hoor. Nou, dan halen we hem er even voorzichtig af. Zo. En dan heb je een hele mooie inkeping. Nou, wat doe je met dit stukje? Dit stukje gooi je natuurlijk niet weg. Maar dat kan je weer heel leuk gebruiken aan de zijkant. Als tapje, zeg maar. Dus die bewaren we. Nou, ik had hem al even één keer gedaan voor de live. Dus ik heb ze al twee keer. Nou, die hoekjes die zijn nog vierkant. Die wil ik niet vierkant. Want die wil ik rond aan beide kanten. Dat ribbelkarton is ook zo super stoer. Hè? Dat vind ik altijd zo mooi ook op mannenkaarten past. Het lijkt wel een beetje een snorretje zo. Ja, met die stansmalletjes kan je echt zoveel gewoon leuke dingen doen. Het is niet alleen om je labelvellen mee uit te stansen. Maar ook gewoon leuk andere tekstjes. Ook om op te stempelen. Hè? Deze tapjes zijn ook weer heel leuk om te gebruiken aan een kaart of een album. Of noem maar op. En nou, bannetjes die zijn sowieso altijd heel goed te gebruiken. Dus buiten de labelvellen om is die ook gewoon heel erg goed te gebruiken. Chocola lees ik. Ja, nou dat lees ik nu niet hoor, want daar ben ik verslaafd aan. Mijn bakje hier is net leeg. Ik heb hier altijd een bakje met mini tonnies op mijn bureau staan. Maar die is op. Dat is misschien maar goed ook. Nou, die beïnkten we ook even. En zo krijg je een heel sierlijk randje aan je pocket eigenlijk. Hè? Op een hele simpele manier. Die in het inkten maakt het net eventjes een beetje stoerder. Hè? Nou, daar gaan we ook een pocketje van plakken. Doen jullie ook mee, dames? Of zitten jullie gewoon allemaal lekker aan de koffie met chocola? Of zijn jullie lekker aan het knutselen ook? Ja, leuk Monika, hè? Om het zo op deze manier toch weer een beetje te op een andere manier te gebruiken. En het is natuurlijk super handig dat hij gewoon matcht met al die labelvellen. Eigenlijk met al die alle labelvellen. En ja, daar kan je ze dus gewoon heel makkelijk voor gebruiken. Maar gewoon even een beetje verder denken. Dan kan je ze voor nog veel meer doeleinden gebruiken. Nou, velletje. Yes, daar is hij. Nou, plakken we die hierop. Dus ook langs de randjes en natuurlijk niet langs de bovenrand, want anders krijg je hier die pocket niet in. Zoals je ziet heb je hier nu pocket 1. En dan gaan we pocket 2 maken aan de andere kant. Mijn opmerkingen blijven een beetje hangen. Oh, inspiratie opdoen. Nou, dat is ook altijd leuk. Gezellig hoor, allemaal. Leuk. Ik ben er stil van, dat horen jullie wel. Zo. Oh. Niet mijn pocket stuk knippen natuurlijk. Wel handig. Zo met mijn lange nagels, maar dat werkt niet altijd.
Nou, deze heeft gewoon helemaal geen zin. Heb je wel in de gaten. Andere kant misschien. Yes, daar is hij al. Weer, hè? Nou, dan plakken we deze hier. Ik ben echt helemaal fan van het ribbelkarton. Ik vind het zo stoer. Nou, kijk eens hoe leuk het al wordt. Dan hebben we al 2 pockets klaar. Nou ja, in die pockets moet natuurlijk ook een en ander qua versiering. En ja, wat gaan we daar op versieren? Dat kan van alles zijn. Hè? Ik wou er even sowieso 2 kaartjes in maken. Die heb ik klaargelegd. Daarvoor heb ik voor beide kanten 2 losse kaartjes genomen. En die hebben het formaat van 7 bij 12. Want dat past er precies mooi in. 7 bij 12. En daarop een stuk kartstok. Designpapier, sorry. Van 6,5 bij 11,5. Halve centimeter klein. Die komt hierop. En dat doe ik aan deze kant ook. Nou had ik natuurlijk deze 2 leuke tags al. Maar je kan ook nog zeggen van, nou, ik pak mijn malletjes. Ik pak mijn malletjes er weer even bij. En dan pak ik dit tapje. Want die vind ik ook wel echt heel erg leuk om erbij te gebruiken. Zodat je het niet aan alle kanten gelijk hebt. Nou, die stans ik even uit. Gewoon, zonder... zonder tekst. Even door mijn machine. Eerst kijken, straks maken. Ja, dat is ook een leuk idee. Ja. Sowieso vind ik altijd... ja, even kijken hoe het werkt. En daarna maken vind ik zelf altijd heel prettig. Deze even netjes terug. Anders dan ben ik die straks kwijt. Kijk, want die staat er ook heel erg leuk op. Dus ik denk dat ik deze hier mooi tussen ga doen. Die ga ik er eerst op plakken. Dat doe ik ook met tacky tape van 3 mm. Want dat heeft een mooi smal strookje. En dan heb ik gelijk lijm of plaksel op, het, ja, op hetzelfde stukje. Zeg maar. Op het even breed stukje. Dat even goed verwoorden. Nou. Hoppakee. Komt niet zo precies. Die zet ik hier neer. Zo. Nou, die gaan we binken. Het andere kaartje doe ik straks even. Ik ga zo eerst eventjes wat tags uitsnijden. Dan laat ik ook even zien hoe dat werkt. Hoe je iets moet pimpen, dat vinden jullie misschien ook wel heel leuk om te zien. Maar ja, hoe dat werkt weten jullie natuurlijk ook wel heel goed. Kijk, en wil je nou net als bij deze? Hier heb ik hem er dus net onder geplakt, maar je kan hem er ook gewoon een stukje naast plakken. Hè? Nou, doen we even lijm op het designpapiertje. Ja, daar is hij. Niet te hard knijpen, want dan heb ik alles onder het lijm. Ja, ik blijf inkten vandaag hoor. Hier niet op dat donkere papier zie je toch niet. Hoppakee. Nou, kijk eens. Daar komt dit kaartje dan in. Maar daar wil ik natuurlijk wat tags op hebben. Dus die ga ik er even bij pakken. Leg mijn kaartje even aan de andere kant neer. Mijn tekst er even bij zoeken. Nou, straks even een mooi mannenplaatje voor de voorkant uitzoeken. Maar we gaan eerst eventjes wat... wat tags uitstansen. Eens even kijken. Welke vind ik nou leuk? Het zijn zoveel mooie. Moet ik nou kiezen? Hoe moet ik nou kiezen? Ik ga voor... Nee, deze. Want dat vind ik mooier op het... Is wat lichter. Op de achterkant staan. Nou, die knip ik even uit. Nou, moet ik wel binnen beeld blijven. Dat is het makkelijkste. Heb ik die ook even uit. En die. Dan ga ik eens even laten zien hoe je dat uitstanst. Dat ga ik gewoon even in één keer uitstansen. Dat kan in één keer door de machine. Dan heb je er maar één keer lawaai. Hopsakee.
Dan weet jullie ook hoe die werkt. Ik kan er misschien ook nog wel even een paar... noem eens een leuk jaartal of een leeftijd. Dan ga ik dat er ook even bij doen. Alleen op je designpapier inkten. Ja, dat is meestal, hè. Maar ik vind nu met het kraft vind ik het juist wel mooi dat die randjes van het kraft een beetje afgezet zijn, inderdaad. Maar anders inderdaad, dan beinkt je op het designpapier. Ja, klopt. 55. Oké. Okay. Nou, dat kan. Kijk, ik weet niet of het een beetje goed zichtbaar is zo. Ik leg hem neer. Ik kan er niet met mijn hoofd boven, dus ik kan hem nu niet even goed recht uitlijnen. Maar als ik hem dan dichter bij me haal, dan zien jullie niks. Dus, maar je legt hem er eigenlijk als het ware gewoon op. 17, ja, is ook een mooie leeftijd voor een jonge man. Ja, ik ga de, Lydia, ik ga de maten inderdaad ga ik doen. Ik maak ook een blog ervan, dus daar zet ik hem ook, ook even op nog. Dus dat komt helemaal goed. Ja, ga ik zeker doen. Je legt hem erop, je lijnt hem uit. Ik zet dat altijd even vast met een stukje mallettape. Maar ja, als je een magnetische plaat hebt, sommige mensen durven het ook aan om het er zo doorheen te doen. Maar bij mij verschuift dat altijd. Dus ik plak er altijd even een stukje mallettape op. Zo, dat is één. En deze. Nou, zoals je ziet matcht dat gewoon heel goed met de... Dan wil ik dat in beeld doen en dan wil ik er met mijn hoofd voor. Ha, maar dat willen jullie niet zien. Dus kijk, ik plak hem er even op en dan kijk ik even of hij goed zit. Ja. Ja. Kijk, zoals je ziet past dat er mooi perfect omheen. Nou, dat gaan we met deze ook doen. Want van die schulpjes, dat is altijd zo lastig knippen, vind ik. Ik krijg er altijd van die puntjes aan. Nou, dan is dit gewoon echt ideaal, hè? Ja, 5 en 5, maar ik vind 17 ook wel leuk. Is een keer een jongen. Stuur hem vandaag op, vriend is woensdagjarig. Nou, die lijn je ook uit. Kijk, zoals je ziet, dit is wat lastiger. Maar ik schuif hem een beetje aan de kant en dan schuif ik hem zo op de rondjes. Zie je dat? Dus ik leg hem eerst even, kijk ik waar de rondjes zitten. De schulpjes en dan zet ik hem er zo op. Beetje hoger. Zo. En die zet ik ook vast. Ik vind die schulprandjes altijd zo mooi, hè. Ja, die staties zijn echt heel leuk, hè. Die had niet alleen voor... nou ja, wat ik al zei, voor die labelvellen zijn ze echt super handig. Maar gewoon ook echt heel leuk te gebruiken zonder labelvellen. 65 is ook een bijzondere leeftijd. 54. En je broertje, oh die is ook, ja iedereen is jarig woensdag. Er zijn heel veel mensen jarig, hè. Weet je wat ik doe? Ik zet er 12 op. Ik maak hem voor mijn eigen zoon. Die is bijna 12. Die wil ook een stoere mannenkaart. Hoe vinden jullie dat? Nou, dat komt nog mooi uit, want 12 zit hier mooi bij elkaar onderaan. Of ik maak er 2008 van, dan is hij geboren, dat kan natuurlijk ook. Ik doe gewoon 12, kan mij het schelen. Oh, veel lawaai hier buiten. De vuilnisauto komt aanstormen. Ik hoop dat jullie dat niet meekrijgen. Ja, goed idee toch? Dan krijg ik misschien ruzie. Moet ik er nog één maken. Mijn andere zoon is ook bijna jarig. Dan maak ik er gewoon nog één. Even kijken. Die lijnen we ook uit. Even een stukje mallettape weer hebben. Zo. Leggen we erop. Nou, leg ik alles op mijn plaatje neer. Op de kop natuurlijk, want anders dan snij ik mijn magneetplaatstuk. Het gaat wel eens mis hier uit de haast. En dan haal ik hem zo door mijn machine. In één keer. Oh Ingeborg, dat geeft niks hoor. Je kan het ook altijd nog later terugkijken, maar kijk gezellig nog maar even mee hoor. Ik ben een mannenkaart aan het maken. Nou, en kijk eens hoe keurig als die uitgestanst is. Super mooi toch?
Nou vind ik zo'n schulprandje sowieso altijd wel heel erg leuk hoor. Die leggen we weer terug. Nou, dat gaat even op de grond. De prullenbak is vol. Zo. Kijk eens, ook die is erg mooi uitgestanst. Ik plak ze gelijk even terug. Zometeen gelijk even op mijn magneetbewaarmapjes stoppen. Dan raak ik ze ook niet meer kwijt. Kijk eens hoe mooi deze ook is. Super netjes strak uitgestanst. En het vlaggetje, nou die moeten we natuurlijk nog een keertje doen, want ik had twee cijfertjes gedaan. Twee. Ik had hier dan nog de één liggen. Haal ik die er ook nog even door, dan kan ik het kaartje doorwerken. Maar zie je hoe gemakkelijk als dat gaat met die labelvellen. En ja, deze werkt gewoon bij alle labelvellen, zeg maar. Dus het is super handig. Ja, het is echt zo handig. Dit is echt... Ja, het is gewoon super handig. En ik vind echt een uitkomst deze set. Eerlijk is eerlijk. Nou, kijk eens hoe mooi. Hoppakee. Moet ik er niet per ongeluk 21 van maken zometeen. Dan ligt hij hier nog een paar jaar in de kast. Nou, zo kan je dat dus eigenlijk met al die stansjes op je labelvellen doen. Hè? Maar nou ja, net wat ik net zeg, om ze los uit te stansen. Ik vind dit ook altijd leuk om los op je kaart te verwerken zonder een stansje. Kijk, dat heb ik hier ook gedaan. En dus dat, ja, je kan er eigenlijk gewoon alle kanten mee op. Nou, die ga ik wel even beinkten, want deze is een beetje... Anders valt hij een beetje weg op de achtergrond. Vind ik een beetje zonde. Zo. Die wil ik hierop hebben. Nou, we hebben even een beetje materiaal klaargezocht om het een beetje mee op te pimpen. Ik ben gek op jute bij mannenkaarten. Dat trek ik gewoon een beetje uit elkaar, zoals je ziet. Oh, moet ik het wel in beeld doen. Dan zit ik naast beeld te werken. Zie, dan kan je gewoon heel leuk uit elkaar trekken. Vind ik altijd wel heel stoer staan op een mannenkaart. Zo, ga ik dit doen. Een beetje lijm. En dan het labeltje erop. En zo kan je ook gewoon met heel weinig ook een heel simpel leuk kaartje maken. Hè? Zoals je ziet. Nou, wat ik net al zei. Ik vond deze dus erg leuk. Wil ik hier bovenaan nog in twee kleurtjes doen. Kijken of ik nog een restje heb van een designpapier. Vast wel. Ja. Die ga ik even in twee kleuren door mijn machine halen. En dan niet ik dat aan elkaar. En dan staat dat ook weer ontzettend leuk op je kaart. En dan gaan we daarna de labeltjes maken. Voor in de kleine pockets. Dat is één. Meestal stans ik alles voor, maar ik wilde nu gewoon heel graag laten zien hoe die stansjes werken. Dus vandaar dat ik dat nu gewoon even live doe. Dus excuus voor het lawaai, maar... Nou, dat is twee. Nou, zie je dat je dat... Heb ik gewoon met dit bannetje gedaan. Dat heeft ook een naam, hè? Hoe noem je zoiets ook alweer? Deze. Bannetje? Nee. Het heeft een naam. Ik kan er even niet op komen. Ja, donker hè. Dat zou ik niet beinkten. Je ziet er ook helemaal niks van. Maar die lichten, die zie je dan weer wel. Dus dat vind ik dan weer wel leuk. Zien jullie mij dat ook eens doen? Oh, valt het lawaai mee? Oh, gelukkig. Ja, faantje inderdaad. Ja.
dan ben ik wel van het ongelijke. Dus dat wil ik zo gaan doen. En ik hou heel erg van nietjes. En vooral dat vind ik dat er weer een stoere uitstraling geven. Dus ik niet dat even vast. Twee nietjes door elkaar is ook geen ramp, hè? Draai ik hem even om en dan knip ik dan dat bovenste stukje er even af, zodat hij gelijk loopt. Zie je dat? Ik wil er nog een nietje bij, dat vind ik leuker. Zo. Dan komt hij hier. Een beetje met verhoging, dan ga ik een beetje 3D-kit achter doen. Dat moet even drogen, dus... Dan moet ik er even voorzichtig mee doen. Zo. Nou, dan heb je hier al een leuk malletje. Nou ja, misschien net wat ik zei. Ik heb hier dus een gewoon tapje gedaan. Maar als je het leuk vindt, je zou er ook een leuk tekstje op kunnen doen. Zo, op deze manier. En wat je ook nog zou kunnen doen is... Deze laat ik zo. Gebruik dan nu... Even zoeken naar een leuk geschikt. Ho, 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 ho. Moet ik er niet mee gaan gooien? Deze bijvoorbeeld. Kijk, wat je ook kan doen. Nou, deze kun je dus heel makkelijk uitstansen. Maar wat je dan ook kan doen is hem dus in het gewoon kraaft uitstansen. En dan alleen... Dan heb je hem in de kleur die je zelf wilt. Kijk, van dit stukje is natuurlijk geen stansje van, want dit staat midden in het tapje. Ik ben wel een designpapierknipper, zeg maar. Ik hou er wel van ook in designpapiertjes en in dingen nog te kijken wat ik daar dan weer uit kan knippen. Beetje inkt eraan. Beetje inkt aan mijn nagels. Ja, nietjes. Hè. Ik heb nu zilveren nietjes, maar eigenlijk zo, ho. Het zit natuurlijk vast met 3D-tape. Eigenlijk is het wel mooi om dan ook bronzen nietjes te hebben, maar dit kan het ook doen. Kijk, dan plak ik die weer hierop. Maakt het net even een beetje meer af. Komt u maar. Ja. Ik praat altijd even tegen mijn lijm als het niet wil. Doe je dat ook wel, dat je tegen je spullen gaat praten? Nee, dat doe ik nooit hoor. Dat zou toch ook te zat zijn. Dan zit ik hier tegen mezelf te praten. Nou, dan heb je één kaartje af. Die kan dan hier mooi in. Zo. Maar dan willen we hier natuurlijk ook nog tagjes in hebben. Hier komt natuurlijk nog het kaartje in. En die tagjes. Ik moet mijn labelvellen er weer bij zoeken. Die zitten ook weer in die labelvellen. Dus die ga ik uit die labelvellen stansen. En die stop ik dan hier weer in. Maar er zitten er dus verschillende bij. Dan ga ik ook verschillende tagjes maken. Even kijken. Ik ga nu deze nemen. En die andere heb ik... Bij die andere heb ik deze genomen. Bij deze heb ik ook het lintje trouwens vastgezet hoor. Met een nietje, dat maakt het gewoon even net wat stoerder, vind ik. Nou, welke gaan we nemen? Mr. Wonderful. Deze neem ik. Sorry to hear you get old. Nou, dat is wel wat sneu, hè? Voor mijn eigen kind. Wonderful mister. Dan word je 12. Dat is wel een beetje sneu tekst dan. Wel een grappige tekst trouwens. Deze nemen we. Nou, ook die. Zie je, die kan je er weer perfect zo opleggen. Oh, gelukkig. Ik ben niet de enige die tegen de dingen praat. Heerlijk. Nou, moet ook kunnen, toch? Vinden we niet? Begint er al een beetje op te lijken, of niet dan? Nou, dan gaan we die ook door de machine halen.
Ja, nietjes. Heel simpel eigenlijk, hè? Maar zo leuk. Nou, kijk eens hoe mooi strak als dat eruit komt. Oh, zo leuk. Nou ja, wil je zelf een tag maken, is die natuurlijk ook ideaal, hè? Dan uit je eigen papiertje. En zo. Nou, deze is iets lichter. Omdat jullie het zo leuk vinden. Hopsakee. Beetje inkt eraan. Ik had alleen een stukje lint klaargelegd. Dat dan weer wel. Kijk eens. Een beetje lang. Knip ik zo nog even bij. Dat doe ik gewoon ook heel simpel. Stoer. Niet mijn nagels. 1, 2. Kijk, en wat ook nog wel heel leuk is, is gewoon kriskras er even eentje stoer overheen nog. Zie je dat? Hoe leuk dat wordt? Ik vind dat zelf tenminste wel heel, heel grappig. Nou, hopsakee. Die daarin. Dan had ik net nog een, ja, deze had ik uitgestanst. Ga ik deze hierop doen. Kijk, en nu zie je hier ook weer heel leuk dat snorretje lopen. Ja, die wil ik een beetje verhoogd hebben. Dat ga ik even met foam tape doen, want anders dan kan ik hem zometeen niet dicht doen als ik dat met 3D-kit doe. Want dan is hij gelijk weer plat. Dat is een beetje zonde. Dus plak ik er nu even snel 3D-foamblokjes op, omdat ik een beetje verhoging erin wel heel leuk vind. Kijk, komt deze hier. Denk ik. Hier. Zo. Oh, dat is wel weer een rare tekst. Good luck in your new job. Nou, die past natuurlijk weer niet op mijn verjaardagskaart, hè? Daar heb ik weer even slecht over nagedacht. Hopsakee. Nou, staat wel superleuk. Maar dat is natuurlijk niet heel slim. Daar moet straks nog even een ander op komen. Dan ga ik straks even deze op plakken. Happy Birthday Handsome. Die is beter. Ga ik zo meteen even verwisselen. Dat doe ik nu niet nu in de live, maar dat ga ik zo meteen even doen. Bedankt voor het kijken, Joke. Ik ga nog wel even bezig was. Dus ik, hier was ik gebleven. Deze komt hierin. Deze heb ik hier. Ik had deze twee leuke vlaggetjes. Die wil ik erop plakken. Nee, dat het wat voller wordt is niet erg, hè? Dat het straks even niet zichtbaar wordt. Want kijk, hier komt ook zo'n kaartje in. En dan zie je dus die vlaggetjes niet heel goed. Maar dat geeft niet. Want ze plukken het er straks. Ze plukken het toch aan. Wat een lange verlanglijst, Gerry. Zie ik wel. Nou, leuk toch? Zo. En dan die erop. Nou, die had ik ook even moeten beïnkten. Dat zie je wel. Dan had ik deze nog. Nou, die heb ik bij die andere een beetje bovenaan geplakt. Dat vind ik hier ook wel leuk. Om daar even een beetje bovenaan. Doe ik die aan die kant. Nog te versieren. Dat doe ik even met tacky tape. Goedemorgen Hans. Gezellig hoor om nog even binnen te vallen. Ik ben nog niet klaar. Dus kijk gezellig nog even mee. Ik ga hem ook niet helemaal afwerken hier in deze lijf. Want dat duurt net even een beetje te lang. Maar ik had er natuurlijk al eentje voorbereid. Dus ik kan het eindresultaat zometeen sowieso nog even laten zien. Nou, zo. Nou, dan vind ik het wel leuk om daar ook nog een klein... bannertje overheen te doen. Kies ik voor Gentleman. Nou, die gaan we dan ook weer uitstansen. Ook weer met die stansjes. Die er weer even terug op. Leg hem er weer netjes op. Deze manier. En dan als deze klaar is, dan gaan we met de voorkant nog even bezig. En dan het afwerken van het kaartje, dat doe ik dan even buiten beeld verder. De voorkant ga ik nog even met jullie hoe ik dat gemaakt heb. Deze haal ik nog even door mijn stansmachine. Hopsakee.
Zo, doe er een beetje inkt op. Als die anders weer een beetje wegvalt. Deze ook nog een beetje inkt, dat was ik nog vergeten. Omdat ik dat normaal nooit doe, dan vergeet je dat. Hè? Dan ben je zo lekker bezig, dan vergeet je dat gewoon. Nou, die wil ik gezellig, Tien, kom nog even mee te kijken. Leuk. Die wil ik er hier zo op hebben en die zet ik een beetje bol neer. Dus die plak ik alleen, die bal ik een beetje op. Nou, meestal is het wel handig om dat even met je toeltje te doen, zo. Zo. Zie, en dan zet ik de uiteinden weer een beetje naar de zijkant. Dan balt hij zo vanzelf al een beetje op. En dan zet ik alleen de uiteinden vast. Zo. Nou, dan heb je hier ook weer een leuke. Nou, deze komt er straks in, maar die dinges moet natuurlijk nog even drogen. En dan wil ik er nog zo'n postkaart bij instoppen die ook in de knipvellen zit. Even kijken. Waar zijn ze? Zoek en gij zult vinden, zeggen ze hier. Kijk, dan kies ik voor zo'n donkere postkaart en die steek ik er dan ook nog achter straks. Dan heb je een mooi gevulde kaart. Ik knip hem gewoon gelijk even uit. En dan doe ik aan de andere kant, doe ik eigenlijk met de pocket, doe ik precies hetzelfde. Zo, een beetje uitkijken. Zo, dan heb je deze al bijna klaar. En dan komt hier nog een leuk, een van die rondjes op straks. Of die leuke ster, is misschien ook wel leuk. Knip ik vast uit, dan vergeet ik dat niet. Moet ik even uitstansen zometeen. Dan doe ik even buiten beeld, want jullie weten nu inmiddels wel hoe dat werkt. Maar kijk, dan doe ik die hier nog. En dan komt hier ook nog een tagje bij in, zo. En hier komen dan nog dat extra kaartje en die postkaart bij in. Dus dan wou ik dat in de binnenkant doen. Ik laat het eindresultaat sowieso nog zien, hè, als het straks helemaal klaar is. Maar dan wou ik nu eerst even verder met de buitenkant. Ik draai hem even om. En dan paperclipjes stop ik er trouwens ook op. Hè? Die zijn ook erg leuk. Gewoon simpel een paar paperclipjes erop drukken. Ook wel heel stoer uiterlijk. Dit is wel een leuk projectje om te maken. Ja, niet alleen voor mannen, want je kan hem ook als vrouwenkaart maken natuurlijk. Maar met deze labels en tagset kan je natuurlijk wel echt super toffe mannenkaarten maken. Omdat veel mensen dat toch wel heel moeilijk vinden, vond ik het toch wel leuk om dat even te laten zien. Nou, ik draai hem even om. Ik ga met de voorkant vellen. Daarvoor had ik al een stuk designpapier gesneden. Ook van 9,5 bij 14. Ja, het is eigenlijk een heel simpel modelletje. En nou ja, gewoon vond het gewoon zo leuk om te laten zien dat je ook dit soort pockets en zo ook gewoon echt. Nou ja, dit dan is dan weer een onderdeel hiervan. Maar dat, je zou ook een van deze. Deze is ook heel leuk. Ja, dat is een vierkante versie van deze. Zou je ook, als je die door de midden knipt, heb je bijvoorbeeld ook weer een heel leuk tapje. Dus ja, dat is wel echt een heel leuk setje om een beetje creatief mee te gaan werken. Nou, die komt op de voorkant. Oh, voordat ik verder ga. Ik wilde daar namelijk graag. Nee, die wil ik straks onder het plaatje hebben. Deze laat ik verder zo. Als je er nog een tapje onder wil hebben, moet je dat natuurlijk bedenken voordat je je designpapier erop plakt. Hè? Nou, de maten, dat zeg ik, die noem ik nog even op het blog ook. Dan is het makkelijk terug te lezen. Nee, ja, en anders moet je het hele filmpje terugkijken. Dat kan natuurlijk ook, hè? Stap voor stap. Voor mannen is het minder dan voor vrouwen. Ja, klopt, Lynn. Dat is eigenlijk met alles zo, hè? Ga maar eens kleren kopen voor je. Als ik kleren koop voor mijn zoontje, dan hangt de. Of voor mijn zoons allebei. Dan hangt de winkel vol met meidenkleding. En voor jongens is er echt bar weinig.
Dus dat is echt super jammer. Maar ja, dat is niet anders. Dames, we gaan een plaatje uitzoeken. Een mannenplaatje. Hoe? Zeg het eens. Welke is stoer? Ik vind ze eigenlijk allemaal wel leuk. Deze is wat chiquer. Ik wou voor deze gaan. Vinden jullie dat goed? Ik vind het wel een stoere man. Denk ik. Zijn hoofd staat er niet op. Dus dan bedenken we dat er gewoon maar zelf bij. Even kijken hoe laat. Het is al 11 uur. Wat gaat de tijd hard zeg. Nou. Oh, ja. Dit randje haal ik even. Ja, die met melk. Ja, dat is een koffiebeker, denk ik. Kijk, er zit nog een deksel op. Zo'n reis, zo'n ik neem mee to-go mok is dat. Die is ook wel leuk, ja. Nou, omdat hier wat licht is, ga ik hier toch even met mijn hartstikke idee. Snijmachine bij langs. Witte randjes even wegwerken. Het went vanzelf dat de inkt, hè? Ja, deze is toch vet stoer zo op maandagmorgen met die tattoos? Ja, vind ik ook. Sixpack heeft hij. Nou, dit is natuurlijk saai. Wat doe ik nou? Nou had ik hier natuurlijk heel stom een stukje uitgesneden. Maar ja, daar zie je zo niks meer van, hè? Als je dat hier weer opplakt. Dus ik ga hier even gewoon een stuk afsnijden. Iets groter. Zo. Meet ik zo meteen de maat even op. Ik doe dat altijd even een beetje op gevoel als ik er een plaatje onder leg. Maar ik zal het zo meteen even opmeten. Ongeveer een halve centimeter vanaf de kant van het plaatje ben. Zien, dan zie je hier niks meer van. Want die plakken we er straks toch op. Het stukje designpapier is dus 7 bij 9. Nou, wat een perfecte maat. 7 bij 9. Doe maar rustig aan. Ik heb lekker een dagje vrij. Oh, heerlijk, Ria. Een dagje vrij. Ja, melk voor mijn zoon had gekund, inderdaad. Nou, hij mag geen melk hebben, dus dat zou ook weer sneu zijn. Ik denk dat hij een sixpack wel leuk vindt. Beetje gespierde. Nou, ik ga er even omheen met de lijn, want anders dan... Normaal plak je dit natuurlijk even in, maar ik doe dat nu even andersom. Doordat dat stukje eruit mist. Zo. Kijken of ik er nog een stukje kraft onderuit wil. Ja, maar dan wil ik hem niet helemaal. Dit is een perfect stukje. Dan heb ik een stukje kraft van 7 bij 8. Met inkt. Zo. En deze wil ik er ook nog bij aan. Het leuke tagje. Die tagjes vind ik altijd zo leuk om onder je plaatjes ook te verwerken. 6 in 1 berg. Of in de koelkast, Lydia. Die van mij, die heeft ze in de koelkast staan. Niet zeggen hoor. Sst, hij kijkt toch niet mee. Nou heb ik net mijn... Ja. Ik maak hier een rommeltje, jongens. Dat willen jullie niet weten. Straks lekker aan het opruimen. Nou, plak ik hier nog leuk een tapje aan, want dat vind ik altijd wel heel leuk aan je plaatjes. Dat het er zo leuk uitsteekt. En dan doe ik dit hieronder. Zo, pak weer eens deze op. En dan bovenaan doe ik hetzelfde eigenlijk als op het kaartje. Om het weer wat stoerder te maken, doe ik nog dit ook
Bovenaan het kaartje, denk ik weer. Ja, als ze wat ouder worden, dan zakt het allemaal een beetje, Ria. Zeg maar niks tegen ze, hoor. Vinden ze niet leuk om te horen. Zo. En dan. Even kijken. Welke vind ik nog leuk? Er zijn zoveel plaatjes. Ik heb nu gewoon 2 setjes gekozen. Want anders dan is het natuurlijk niet te overzien. Er zitten zoveel leuke plaatjes in. Cool. Hip hip hooray. Het moet wel even een toepasselijk plaatje zijn. Kijk hoe leuk die set. Want dit komt weer uit die andere set. Hoe leuk die sets gewoon ook heel goed te combineren zijn met elkaar. Hè? En nou moet ik... Deze, kijk, dat was deze. Die legde je er gewoon ook zo op met het schulprandje. Snij ik dat even weer in 1 keer uit. En dan ga ik daarna afsluiten. Want dit ga ik er nog even opplakken. En dan maak ik nog even die tekjes bovenaan. En dan ga ik hem buitenbeeld afwerken. Anders zitten we hier morgen nog, hè. Dat is niet de bedoeling. Kijk, dit is super handig. Die past erop. Nou wil ik deze en deze gaan gebruiken. Maar dan niet om een bannetje uit te snijden. Kijk, want deze komt hier precies uit. Die zijn ook super handig. Die bannetekstjes, die kan je dus precies uitsnijden. Maar ik ga het nu gewoon uit papier doen. Weer, net als bij het kaartje net. Maar dan even met andere kleurtjes. Nou, hij hoeft niet helemaal. Dus dat hij voor de helft komt is prima. Gaat dit passen? Dit gaat passen. Dat moet ik even vastzetten. Ik weer even met malle tape. Nou, gaat de machine nog 1 keer aan vandaag. Oh, die er nog bij. Allemaal even in 1 keer er doorheen ritsen. Ja, ik ga zo stoppen. Ik ga nog even de bovenkant afwerken. En dan laat nog even zien hoe ik dat doe. En dan ga ik hem straks... Ik kan een eindje aanbreien hier met de lijf. Deze nog even. Wou ik nog even laten zien wat je hier nog mee kan. Zo. Daar maar even neer. Kijk, want deze 2 die passen weer heel leuk op elkaar. Zie je dat? Die passen precies leuk in elkaar. Nou, dat zet ik met een nietje vast zo. Knip er eerst even een stukje af. Hopsakee. Die zet ik ook met een nietje weer vast. Dit nietje had geen zin. Dit nietje denkt, doe het lekker zelf. Deze ook. Nee, deze zit. Kijk, dan komt die nog hier. Of aan die kant. Nee, aan deze kant. Zo. Die er nog bij op. Nou, dit moet nog even beïnkten, want anders dan staat het een beetje zielig. Maar dat ga ik zo meteen even opplakken. Dit was de binnenkant. Nou, en dan wordt het hele geheel wordt dan eigenlijk straks net zoiets als dit. Maar dan net even anders. Hè, met al die tekjes en kaartjes en paperclipjes heb ik erop. En nou, zo zie je dat je met kit labelvellen eigenlijk ontzettend leuk en stoer mannenkaarten kan maken. Ja, maar ook heel eenvoudig, hoe noem je dat? Je kan ze ook gebruiken voor vrouwenkaarten. Want er zitten ook hele neutrale teksten op. Houdt een vrouw van fietsen? Nou, je kan bijvoorbeeld deze heel leuk gebruiken. Er zitten 4 gewoon verschillende sets labelvellen in. Dus je hebt gewoon echt enorm keuze. En die set met standsmallen. Dus nou, ik beschrijf het allemaal ook nog even op het blog hoe ik het gemaakt heb. En als er dan nog vragen zijn, dan hoor ik het natuurlijk ontzettend graag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken vandaag en ik hoop tot een volgende keer. Doei doei!